Nu Nick Clegg, de leider van de derde partij in Groot-Brittannië, de Liberaal-Democraten, zou wel eens de sleutelfiguur kunnen worden na verkiezingen van aanstaande donderdag. Als de peilingen kloppen, kan er zonder zijn steun geen nieuwe regering gevormd worden. Hij brak door dankzij drie tv-debatten. Clegg heeft een Nederlandse moeder, een half Russische vader en een Spaanse vrouw. Meer van Beekhoven en Menno de Galan doen voor zijn populariteit is het vol in de campagnebus. Clegg heeft tijd voor een kort interview. Hij staat niet alleen voor verandering, maar is vanwege zijn achtergrond ook anders dan de andere kandidaten. Technisch bent u half Nederlands, uw moeder is Nederlandse. Beschouwt technisch, u... biologisch, ja. Genetisch. Oké, beschouwt u uzelf ook als half Nederland? Ja, de Nederlandse kant van mijn leven is natuurlijk heel belangrijk. Mijn moeder is mijn moeder. Dat is een heel belangrijke invloed natuurlijk in mijn leven. Het leven van mijn broers en zus. En toen we jong waren, gingen we bijna iedere vakantie naar mijn grootmoeder in Nederland. We hebben nog veel nichtjes en neefjes in Nederland. En ik zou graag, eerlijk zeggen, meer naar Nederland willen gaan tegenwoordig. Maar ja, dat is moeilijk met al het politiek hier. En ook mijn vrouw natuurlijk is Spaans. Dus we gaan iedere vakantie nu naar mijn schoonfamilie in Spanje. Maar nee, het Nederlandse invloed is sterk. Ja. U zou uw afkeur van het Britse klassensysteem van uw moeder geërfd hebben. Is dat zo? Nou ja, ik denk ja, zeker dat mijn moeder die was altijd heel. Die zei altijd aan ons dat het belangrijk was dat men niet te veel door het hele soort van klassysteem in Engeland geleid te zijn. Dat is natuurlijk ook heel verstandig om. In die manier kunnen we ook. Ik denk hier in Engeland veel dingen oplossen en kansen geven, gelegenheden geven aan mensen die op het ogenblik die gelegenheden niet hebben. Ja. Dat is een van de ankers, neem ik aan, van uw politiek of van de reden waarom zeker. Ja, zeker. Ja, absoluut. Het is een liberale. Dat er heel veel mensen zijn hier in Engeland die echt. Echt bereid zijn om eindelijk iets anders te doen. Dat we niet dit saaie ritme van conservative labor conservatives. Dat bijzonder voor jonge mensen gewoon. Dat was een hele turn-off. Hè? Mensen die deden gewoon niet mee. In de laatste twee verkiezingen, men vergeet het nu, in de laatste twee verkiezingen hebben ze meer mensen niet gestemd. Die hebben gestemd voor de partij die heeft gewonnen. Dus dat is al een teken dat er iets helemaal mis was. Het is difficult. Het principe, zeg maar, dat ieder kind precies dezelfde gelegenheid moet hebben in het leven om te doen wat hij of zij wil. Overal waar Clegg verschijnt is er groot enthousiasme. De indruk is dat de partij met hem een winnaar in huis heeft gehaald.